Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video en ik denk ook wel een heel veel aangevraagde video. Ik ga vandaag namelijk het eerste deel van onze house tour filmen. Ik heb besloten geen house tour in één keer te gaan doen, aangezien ik het niet zo'n prettig idee vind dat er een hele layout van ons huis op het internet zomaar te bekijken valt. Maar ik vind het wel een heel leuk idee om kamer per kamer te gaan doen, gewoon los van elkaar. En dan ook te zien hoe de veranderingen zijn gebeurd hier in huis. En ik denk dat daarvoor het eerste deel wel de woonkamer is. Maar de woonkamer heeft absoluut wel de grootste verandering. Jullie kunnen het al een beetje zien. De grootste verandering doorstaan in dit project en in onze verhuis. Maar vandaag is het dan eindelijk zover dat ik onze woonkamer ga touren voor jullie. Nu let wel, hij is nog niet helemaal af. Ik heb hier een kat aan mijn voeten. Hij is nog niet helemaal af. Ik bedoel, we zoeken nog een aantal meubelstukjes voor een aantal hoekjes en wat decoratie voor hier en daar. Maar ik vind dat eigenlijk echt wel een proces dat iets langer mag duren. Dat stoort mij niet hier en daar als ik dingen tegenkom en die vind ik leuk matchen bij wat dat wij nu al hebben en wat dat we mooi vinden. Neem ik die mee, maar ik ga niet gewoon in één keer echt alles kopen, gewoon maar omdat het moet en omdat het moet opgevuld worden. De grote basis is er alleszins wel. En natuurlijk, de grote basis, wat zijn de muren en zo, zijn zoals we het willen. Dus dat is super leuk. Ik vind het ook wel heel leuk als ik jullie een aantal voorbeelden ga laten zien. Maar jullie kunnen het waarschijnlijk nog wel herinneren van hiervoor hoe het was. Dus onze muren bestaan uit een heel groot deel uit hout. En dat was ook echt gewoon houtskleur. Dat was best wel een oranje goud. En best wel heel zware balken ook op de plafond. En dan daarnaast hing er ook een heel zwaar behang op de muren. Nu, dat hebben we allemaal overboord gegooid. En ik vind het super leuk om jullie te gaan laten zien. Oké, ik moet even gaan bedenken waar ik ga beginnen. Maar laat ik maar beginnen als je de eerste plek waar je binnenkomt als je het huis binnenkomt. Maar dus, dat is dus deze deur. Ik sta nu met mijn rug naar de deur. En die hebben we ook laten meeschilderen. Die was ook in hetzelfde hout, heel oranje. Alleen willen we nog nieuwe klinken. Ik weet niet of dat je zoiets noemt. Een mooi AN. Dit willen we echt nog wel gaan veranderen. Ik denk misschien iets zwart of zo. Daar denk ik nu aan. Maar goed, als je dan omdraait, dan is onze woonkamer eigenlijk in twee of drie delen eigenlijk verdeeld. Dus hier heb je echt de leefruimte. En aan deze kant heb je het bureau, zoals de vorige eigenaar het eigenlijk voor gebruikte. Dus ik zal misschien eerst hier beginnen. Het is eigenlijk een heel leuke ruimte. Zijn bureau stond hier dan. Maar wij hebben het eigenlijk voor iets heel anders gebruikt. We hebben namelijk hier een prachtige vleugelpiano neergezet. Ik heb namelijk een aantal jaren geleden, toen mijn oma is overleden, deze piano geërfd van haar. Het was eigenlijk nog een hele operatie om hem hier te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we hem van Nederland naar België verhuisd. Heeft hij eerst nog 5 jaar bij mijn moeder in de garage gestaan op zijn zijkant. Helemaal ingepakt. Omdat zij daar ook geen plaats voor had. En nu is hij dan eindelijk vorige week hier naartoe verhuisd. Nu, hij is zo vals als de pest. Mist een snaar. En hij moet helemaal opgeknapt worden. Je kan ook heel goed zien. Mijn oma woonde echt in niet zo'n heel groot huis. Dus zij had ook altijd de klep toe. En daar stonden dan foto's een vaas op en je kan nog exact zien waar zij een grote vaas had staan en zo. En hij is een beetje afgesleten, maar dat vind ik helemaal niet erg naast onze afgelikte muren. Dus dat vind ik eigenlijk nog wel heel leuk, maar dus hij is echt zo vast als de pest, maar ik denk dat je eerst een aantal maanden moet wachten om hem te stemmen. Het plan is om hem binnen een aantal jaar misschien opnieuw te laten politoeren en zo. Maar ik vind het eigenlijk nog wel leuk uitzien. Ja, zoals je kan zien, er zijn wel redelijk wat beschadigingen aan. Maar hij is meer dan 100 jaar oud. Het is eigenlijk een piano die mijn opa als kind kreeg. En toen was die volgens mij al tweede of derde hand. Dat verhaal moet ik misschien nog eens navragen. Maar dus, ja, hij is al meer dan 100 jaar oud. Hij is antiek, dus ik wilde hem wel echt heel graag bewaren. We hebben hem hier nu altijd met de klep openstaan, aangezien de afgelopen 5 jaar hebben de toetsen in het donker gezeten. Dit zijn nog ivoren toetsen. Toen deden ze dat nog. Nu wordt dat uiteraard niet meer gedaan, maar ze zijn redelijk vergeeld. Maar ik las dus dat als je dus de klep open laat staan, dat door de UV-stralen gewoon door licht, dat dan de toetsen zouden bleken. Dus dat hoop ik dan maar. Maar ik vind hem echt super mooi staan met de klep open. Echt gewoon wauw. En hij neemt ook echt de ruimte heel goed in. En ik denk dat we hier nog een klein stoeltje gaan neerzetten. Dat je dan naar de piano kan luisteren. Waar niemand op kan spelen trouwens. Mijn vriend en ik kunnen beide geen piano spelen. Hij is echt puur decoratief. Maar dus dat is eigenlijk het grootste item dat hier staat. En dan hierachter hebben we hier een heleboel ingebouwde kasten. Die we eigenlijk redelijk hebben opgevuld. Bijvoorbeeld hier staat servies en zo. Dat is nu niet echt de details die ik ga laten zien. Maar hier staat gewoon IKEA servies. En hier staan dan wat drink.
dingen en zo, van die tapjes en dit is eigenlijk meer de partyhoek noem ik het eigenlijk. Dus echt het servies voor bezoek en wijnglazen en zo. Die staan allemaal hier, super handig. Maar hier hebben we dan een aantal ingebouwde consoles, waar we een beetje deco hebben proberen in te zetten. Daarbovenaan hebben we een aantal boeken liggen. En dan mijn Disney boeken, die ik in de kringloop heb gekocht. Die vaas heb ik ook tweedehands gekocht. Er staat op dat die Delsblauw is, maar ik geloof er geen fluit van. Hij is gewoon, het was 30 euro en ja, nee. Kan sowieso niet. En deze hebben wij ook in de tweedehands winkel gevonden. Dat zijn eigenlijk gewoon ja, heel oude encyclopedieën van Larousse. Ook in het Frans. Maar het is gewoon echt super mooi. Meer als deco vinden we dat. Hier staat een kadertje met onze poezen. Dat is een foto die gemaakt is voor de campagne die ik met hun gedaan heb voor de IKEA dierencollectie. Ze zitten er trouwens ook bij. Overal waar we gaan volgen ze. En dan verder hebben we hier nog een vitrinekastje waar wat KLM-huisjes in staan. Bovenaan staat de pinguïn en dan hier een aantal reisboeken. Ja, ik vond het een beetje moeilijk, want het zijn echt boekenkasten. Maar ik vond het geen leuk idee om ze echt vol met boeken te zetten. En dan, ja, de boeken die ik dan heb zijn dan echt van die typisch gekleurde Harry Potter-achtige dingen. Dus die wilde ik hier eigenlijk ook niet echt zetten. Ja, dit is ongeveer wat het geworden is. Dus er staan een aantal reisboeken. Deze zijn ook tweedehands boekensteunen. Die heb ik van Shannon gekregen. Ook hier op YouTube te vinden. Cœur Belgique. En die heeft zij mij cadeau gedaan als, denk verjaardag of housewarming cadeautje. Heel, heel blij mee. Passen ook supergoed bij de vloer. Dus die staan hier. En dan daar heb ik nog een kadertje. Oh, trouwens, bijna dit allemaal is oftewel van de kringloop, oftewel tweedehands. Boeken zijn van de kringloop, kader is kringloop, vaat is tweedehands, boeken zijn kringloop. Die zijn kringloop. Dit kader is ook kringloop. Moeten we nog even een foto insteken. Super mooi, zo'n drijfhout. Achtig kommetje. Ik weet ook niet echt hoe ik het anders moet noemen. Dat hebben we cadeau gehad van de ouders van mijn vriend, van Zoe. En dan hebben we hier twee boeken staan die echt zo onttyperen. Dus voor mij meer een Louis Vuitton boek, luxury boek. En dan voor Zoe, mijn vriend, hebben we de Belgian Beer boek. En die vonden we qua kleur wel oké. Maar dan verder, deze vitrines zijn nog gewoon leeg. Aangezien ik geen idee heb wat ik erin wil zetten. Ik vind boeken in een vitrine ook niet echt super mooi. Hier heb ik nog een vaas staan die ik eigenlijk voor vooraan gekocht had. Maar dat past niet tussen de planken. Dus gewoon een simpele witte vaas. En daar wou ik dan zo van die blauwe flesjes rondzetten. Voor nu heb ik hem daar gezet. Ik zal er nog wel een plekje voor vinden. Want ik vond een vaas daar al genoeg. Dus ik wilde daar ook niet nog een vaas zetten. Maar dus, wat zet je in godsnaam in vitrinekasten? Ik ben niet de persoon met superveel knickknacks en superveel van dat soort dingen. Maar boeken in een vitrine vind ik ook niet echt oké. Geef maar tips als jullie tips hebben. Aan deze kant van het bureau hebben we dan nog een klein haartje. Dat eigenlijk geen haartje is, maar er staat eigenlijk een bak in voor het hout. Dus in principe zou die wel gebruikt kunnen worden. Maar ja, dat gebruiken we nu ook niet. En die hebben we ook gewoon laten meeschilderen in de kleur van de kasten. Aangezien dat die ook gewoon dat oranje was. En dan als we doorlopen naar de woonkamer hier. Dan zie je eigenlijk dat onze woonkamer in twee delen verdeeld is. Dus we hebben hier het zitgedeelte dat een beetje afloopt. En dan de eethoek. En ik denk dat hier wel echt de grootste verandering te zien is. Al deze muren waren oranje en bruin. En dan uiteraard hier in het gangetje ook nog een van de heel grote veranderingen die ook doorloopt naar de woonkamer. Zijn de balken. Die waren ook heel oranje en die hebben wij laten luchtgommen en daar dan een soort was over laten zetten. Zodat, hier zie je het goed, zodat de nerven eigenlijk wit zijn in plaats van donker of donkerbruin. Ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben. Eerst dachten we nog de balken gewoon te schilderen. Maar nee, dit is echt gewoon zoveel mooier. En geeft echt gewoon een heel natuurlijke touch in huis. Maar dus aan deze kant heb je dus ons zitgedeelte. En het belangrijkste is denk ik hier wel onze zetel. Ik zal eens eventjes naar beneden wandelen. Dit hebben we ook laten luchtgommen. Dit was ook oranje. Want als we dit zouden gaan schilderen, dan zou het heel lelijk worden. Omdat je er heel vaak mee heel en zo over wandelt. En dan zou het heel snel niet mooi worden. Dus hier hebben we onze sofa. Deze is van de IKEA. Ik ga proberen hier alles onder in de beschrijving te zetten. Maar als ik iets vergeten ben, vraag het maar in de comments. En dan ga ik er zeker op proberen te antwoorden. Dus hebben we onze bank van bij IKEA gehaald. Daar zijn we mega blij mee. Zit echt zalig. En die hebben we dan in combinatie met twee poefen gedaan. Dus poef als uiteinde daar. En dan een poef als salontafel. En daar hebben we dan gewoon een mooi plateau op gezet. En het handige daaraan is dat daar heel veel bergruimte onder zit. Ik heb daar nu bijvoorbeeld alle kussensloopjes voor andere seizoenen in zitten. Maar dus dit hebben we dan bij elkaar getrokken met een tapijtje. En wie de verhuisvlogs heeft gevolgd, weet dat hier eerst ook nog een zeteltje stond. Maar nu ben ik aan het twijfelen of ik hem wel terug wil. Aangezien dat ik
dit zo mooi vindt onder onze televisie. We hebben dus onze televisie hier op deze muur gehangen en hebben daar ook een hele kabelgoot voor getrokken. De kabels die lopen zo naar boven, naar die kast. En dan daarin, aangezien dat daar alles zit van de decoders en al die dingen en zo. Dus dat ziet er zo uit. Allemaal mooi verstopt. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar dus we hebben onze tv daar gehangen. En het is ook echt super mooi geworden tegen die kleur muur. Echt heel, heel blij mee. Als je hier dan zit, echt gewoon zalig. Je hebt dan enerzijds ook het zicht naar buiten. Maar de tv die dan achter mij is. En aan deze kant hebben we onze open haard. Die nu eigenlijk ook iets meer uitkomt. Aangezien dit eigenlijk allemaal, je moet echt zien, dit was allemaal oranje. En die is van een soort zandsteen gemaakt. Met een cassette erin die je super heerlijk op een blaasfunctie kan zetten. Daarnaast hebben we een mand gezet voor hout. Om een beetje decoratief hout neer te zetten en om niet altijd naar de andere kant te moeten wandelen. Maar voor de rest ook weer hier een vitrine die we eigenlijk eerst daar ook hadden. Maar daar hebben we dus de deur uitgehaald, de glazen planken eruit gehaald, gewoon legplankjes ingelegd. Nu, we hadden gewoon plankjes van de Gamma gekocht die we hebben laten meeschilderen. En jammer genoeg zijn die totaal niet stevig en hangen die een beetje door. Dat kan je hier wel heel goed zien. Dus we zijn ook op zoek gewoon op tweedehands. Misschien een goede eigen boekenkast of zo, dat we die planken ook gewoon mee kunnen schilderen, aangezien we wel de kleuren en zo, we weten de kleuren, we weten waar ze de verf gehaald hebben. Dat kunnen we wel zelf doen. Maar dus ook weer aan deze kant hebben we gewoon een fotokadertje van een foto van ons in Abu Dhabi. Twee leuke boeken, The Best Places to Be Today, echt een heel tof boek van Lonely Planet. En dan I Love Happy Cats boek. En dan hier heb ik gewoon nog maar weer een aantal dingen staan. Deze heb ik ook van de kringloop gehaald en die heb ik eigenlijk in combinatie met die witte vaas van daarnet gehaald. En ik wil er daar nog van halen, maar ik denk dat ik daar echt gewoon heel veel geluk mee ga moeten hebben. En het lijkt me heel leuk om allemaal van dit soort vaasjes en potjes te hebben in verschillende grootte en maten en vormen en zo. En om die dan een beetje daar ergens neer te zetten. En hier heb ik dan een super mooie pot met een kaars erin die normaal gezien op tafel staat. Maar aangezien dat daar nu bloemen staan, heb ik hem eventjes daar gezet. Die heb ik als housewarming gift gekregen van een aantal vriendinnen van mij. Echt super mooi. En het leuke is, als die kaars aanstaat, komt hier allemaal zo'n beetje de flikkeringen door. En ook deze zaten in het pakketje die ze toen voor mij gemaakt hebben. Twee kandelaars met kaarsen erop. En die staan nu daar mooi in de vensterbank. En dat dekentje zat er ook bij. Ja, dat is ongeveer de zithoek. Ik weet niet zo heel goed wat ik hier nog meer over kan vertellen. Buiten dan dat er hier en daar nog wat opvulling nodig is. Ah, wat ik misschien nog wel kan laten zien is eigenlijk onze bar. Verborgen dingen. Als je dit openmaakt, hebben we hier een bar. Dus we hebben hier een soort geheime ingebouwde bar. En hier staan een aantal mooie drankjes en een aantal leuke shakers en van die beschermers voor op tafel. En hier zit, door de vorige eigenaars geïnstalleerd, ook een koelkast in die we zelf nooit gebruikt hebben, maar die we misschien kunnen aanzetten voor een feestje of zo. Maar het is nu niet dat ik dat heel het jaar door zou aanzetten. Dat is misschien een beetje overdreven. En ik heb ook hier een aantal glaasjes die ik nog van bij mijn oma gerecupereerd heb. Zo echt van die typische champagnekopjes. Dus dat is super leuk. Dat hebben we hier nog verborgen zitten. Allee, kom! Maar dus we hebben er wel echt voor gekozen om dit echt in deze staat te houden, aangezien dat het zo manly is en leuk en ja. En voor degenen die zich afvragen waarom wij zo moeilijk hebben gedaan om onze tv daar op te hangen. Dit stuk van de kast komt er eigenlijk uitgereden. En daar was eigenlijk de bedoeling in dat je de tv daarin zette. Nu, dat was echt gemaakt voor wanneer het huis gebouwd is. Dus een 40-tal jaar geleden. En daar kon je echt maar een heel klein tv'tje inzetten. Waar mijn vriend het natuurlijk niet mee eens was. Maar dus dat is de reden waarom we redelijk wat moeite gedaan hebben om die televisie daar netjes op te hangen. En nu is het ook gewoon eens en voor altijd goed. Maar dus, dan sta ik hier voor de eetkamer. En die ziet er zo uit. We hebben hier twee van die kleine nissen. Waar we ook bij gekozen hebben om het de omtrek mee te schilderen in de muur. En dan het plankje een stuk mee in de kleur van de houtdingen te maken. Anders werd het heel dik. Dus dat die iets minder wegvallen. Aangezien dat hier ook zo van die kasteelstenen en zo zijn geïnstalleerd. En dat misschien dan allemaal wat veel was. Maar dus dit is de eethoek. Maar dus eigenlijk is het heel simpel. We hebben hier onze eettafel staan. Die in die end echt mega goed bij onze balken lijkt te passen. Dat is echt gewoon super toevallig gedaan eigenlijk. Maar we vonden gewoon een heel mooie tafel. En daarbij hebben we ook gewoon 6 eetstoelen. Die de katten heel leuk vinden om af te breken. Ben ik iets minder fan van. En dan hier in de hoek heb ik een lantaarn staan met een kaars erin. En dat is dan de deur naar de keuken. Dat hebben jullie waarschijnlijk al wel gezien in vlogs. Maar dus voor de rest, dat is een beetje de woonkamer. Ik zal misschien nog eens wat voor- en nabeeldjes erin zetten. Dus hier heb je de hoek van de eetkamer.
Dat ziet er dan nu zo uit. En dan aan deze kant hebben we de woonkamer. Ook wel heel veel veranderd. Ook zeker met dat we daar een open boekenkast van gemaakt hebben. En dan als we naar deze kant lopen. En dan de pianoruimte. Zal ik het nu maar eventjes noemen. Die ziet er nu zo uit. Wat ik jullie trouwens nog steeds niet heb laten zien, is dat wij nog steeds de Tado hier hebben hangen. Wij zijn namelijk ook van thermostaat veranderd. En deze ziet er ook gewoon ten eerste veel moderner uit. Maar deze is dus aangesloten op het wifi-netwerk. En daarmee kan je dus op de telefoon ook alles instellen. Onthoud ook je gedrag. Dus als je ook altijd in een bepaald patroon je verwarming aan of uitzet, gaat hij dat op een gegeven moment onthouden. En gaat hij ook een soort cyclus voor jou opbouwen. En die kan je dan gewoon aanzetten. En dan gaat hij dat altijd mooi volgen. En we zijn er zo tevreden van. Hoe vaak is het allemaal niet voorgekomen dat we nu zeiden, oh shit, we zijn de verwarming vergeten af te zetten. Oh, even snel de app. Maakt niet uit waar we zijn, ook al zijn we aan de andere kant van de wereld. Als je maar wifi hebt en de app van Tado, kan je gewoon thuis de verwarming op en aanzetten. En dat is echt gewoon super zalig geweest. Ook in ons verbruik hebben we dat zeker gemerkt. En hij geeft ook wel echt de temperatuur heel goed en correct aan. En ik zal misschien even laten zien. Die zit dus aangesloten met een internet bridge op ons mooie internet. Die zit dus hier bovenaan. En ik zeg wel mooie internet, aangezien we nog steeds de Fritzbox hebben en over heel het huis de Fritz aansluitingen hebben. En dat werkt echt nog steeds als een tiet, zal ik het maar eventjes zeggen. Lekker Hollands om dat zo te zeggen. Maar dat werkt echt fantastisch. En gewoon elk apparaat dat we er hier nu tot nu toe hebben kunnen opsluiten, werkt fantastisch met de Fritz. En dat geldt ook zeker voor de Tado. Dus ik denk dat we nu echt officieel rond zijn in onze woonkamer. Ik vind het echt wel heel leuk om nu langzamerhand de rest te gaan decoreren. En hier en daar weer een meubelstukje bij te zoeken. En ja, gewoon alles een beetje meer op te vullen. Want je hoort nog een kleine echo erin. Ja, dat komt ook doordat het een redelijk grote ruimte is. Maar dus als jullie nog tips hebben of leuke winkels of webshops weten waar we toffe decoratiestukken of echt meubelstukken kunnen vinden, laat dan zeker achter bij de comments. Vind ik alleen maar leuk. Ik hoop alleszins dat jullie het leuk vonden om het eerste deel van onze house tour te zien. Laat het dan ook zeker weten met een thumbs up. Daarin kan ik zien dat jullie deze content leuk vinden. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer terug. Bye!